als jij mocht kiezen tussen eten en zo, samen... En wat vind je? Fotograferen of vloggen? Goedenavond. Hey. Wij hebben lekkere en bij de Burger King wat lekkers gehad. Ja. Kipnuggets. En kip. Tenders. Crispy. Ziet er ook lekker uit. Geen idee wat het is. Maar wij gaan een leuke kleine random vragen voor jullie doen. Ja. Heb je er zin in? Ik wel. Jij ook? Ja, ik wel. Vind ik super. Gewoon super. Ja. Mag jij deze lekker openmaken? Oké. En dan gaan wij lekker, gewoon lekker beginnen met de random vragen. Oké. Welke saus vind jij lekker in de kipnuggets? Tegenwoordig de curry saus. Ja, de curry. Dat, normaal dan had ik altijd, hoe heet dat? Altijd de mayonaise. Ja, zo. Sinds dat ik Roderick eigenlijk ken, hij deed altijd al curry, maar dat zei ja, curry vind ik niks. Maar deze curry van onder andere de McDonald's en van de Burger King, ik vind het lekker. Ja, ik mag niet klagen. Zo gewoon, ja, dat is gewoon fijn. Dus, en het is ook ja, een beetje pittig, maar toch wel lekker. Ja, moet ik hem vasthouden voor je? Dat is mooi. Doe ik even deze even hopelijk zonder gekraak. Even iets minder. Zo. Wat ik dan wel eens doe, lief. Ja. Dus nu wel even dat gekraak even op dit moment. Daar. Even insneden. Zodat je er wat makkelijker bij kan. .nl. Hey. Yes. Ja, een hele... Even kijken hoor. Wat vind jij zo leuk aan jouw werk? Het is afwisselend. Je wordt gewaardeerd. Ja. En je wordt gewoon heel erg gewaardeerd. Ik heb nu 2 locaties. 1 locatie krijg ik, maar jij bent 1 van de 2. Daar op 100% kunnen bouwen. Nou, dat geeft hem wel aan. Dus waardering. Dat vind ik het leukste van het werk. Ja. En welke van de 2 locaties vind jij leuker? De avonddienst? Kijk, of het loopdienst? Ja, ik ben sowieso voor avonddienst. De ochtenddienst ben ik niet zo happig op. Mm-hmm. Nee, kijk, de avonddienst is meer pacht eigenlijk. Mm-hmm. De loopdienst is heel veel lopen. Dus voor allebei is wat te zeggen. Ja. De avonddienst is gewoon langer. Mm-hmm. Dus daar krijg je ook meer geld voor. Dus ja. En het loopje is van oké, we gaan even kijken wat er gebeurt er binnen het gebouw. Mm-hmm. Alles controleren. En omdat je het gebouw kent, is het makkelijk te doen. Toch een klein beetje afwisseling. Mm-hmm. En dat zitten, ja, dat heb je 3 locaties waar je kan zitten. Staan. Ja. Mm-hmm. En ja, dat zijn er maar 3. En dan doe je maar 1 ding, wachten. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ja, voor allebei is iets te zeggen. Oké, okay. Ja, best. Top. En als jij mag kiezen, Burger King, McDonald's of KFC? Burger King. Waarom de Burger King? Omdat dat verser is dan de McDonald's en de KFC. Oké. En omdat daar meer smaak ook aan zit. Oké. Als jij mocht kiezen tussen eten en zo, samen... En of Atlantis Gouda. En vertel dan ook even gelijk waarom. Nou, ik zou voor samen gaan. Ja. En waarom is dat? Nou, het is dichterbij. Ja. Niet verder rijden. We komen er wat vaker, dus dat is ook heel fijn. Ja. En het personeel is heel erg vriendelijk. Uitzonderlijk vriendelijk. Bijzonder vriendelijk. En waarom die andere 2 niet? Vertel dat eens. Eten en zo. Eten en zo, nou. Ja, dat is niet mijn sfeer, zeg maar.
is een beetje op elkaar gepropt. Mm-hmm. Ze hebben een leuke locatie met verschillende sfeertjes erin. Ja. Maar ze hebben een restaurantgedeelte en een keukengedeelte. Je moet altijd heen en weer lopen tussen het een en het ander. Ja. En bij de andere twee is het eigenlijk van, je zit eigenlijk aan de keuken vast. Ja, net zoals Atlantis, ja. Oké. Okay. Dus daarom eigenlijk naar een pizza gegaan. En wat nog meer bij eten en zo? Zit er meer? Ik denk nog even denken wat er bij aan de hand. Ja, toen wij daar waren, was het al wat later. Ja. En wij waren gewend van oké, je maakt het om de haverklap schoon. Ja. Het kan best zijn dat de kok helemaal netjes zijn, maar klanten laten dingen slingeren. Dus mm-hmm. Dat wordt een beetje vettig. Mm-hmm. Dus als je een bord neerzet op een toonbank, dan plakt het bord. Mooi. Door andere klanten. En daarom ging ik eten. Ja. En wat vind jij leuker? Fotograferen of vloggen? Mm. Dan heb ik het niet over de frequentie. Vloggen doe je vaker dan fotograferen. Maar wat vind je leuker? Beide. Ik vind beide leuker dan het andere. Ja, het is moeilijk, want vloggen vind ik heel leuk, maar er zit heel veel werk in. En foto's maken, dat is gewoon het op en op de juiste instellingen zetten. Foto's maken, uitzoeken en online plaatsen. Nee, oké, maar stel, er is vuurwerk. Ja, leuk. Dan heb je een vlogcamera bij je en je hebt je fotocamera bij je. Ja. En dan komt er een rover langs. Met een pistool en één hand vrij. Dus moet je één van je twee apparaten afgeven. Of je vlogcamera of je fotocamera. Wat ga je afgeven? En wat ga je van beide? Dan pakken ze allebei als je niks afgeeft. Ja, ook prima. Ook prima, dan heb je niks. Oké. Okay. Dan kun je één ding terugpakken. Wat zou je dan terugpakken? Beide. Kan niet, want hij is snel weg. Met hier die fotocamera en hier heeft hij de vlogcamera. Mm-hmm. Je kan aan één kant ernaast. Mm-hmm. Wat zou je dan pakken? Ik denk dan... Het is een vlogcamera, geen telefoon, hè? Nee. Je hebt er gewoon op zak. Dat is mooi. Maar dan denk ik toch... En mijn... Ja, maar het is moeilijk. Er is heel goed over nagedacht, ja. Ik ken je een klein beetje. Nou, je moet je raken. Ja. Ik heb het vermoeden. Nee, dat zeg je niks. Voor één van de twee gaat. En want mijn telefoon, dat is nou mijn fotocamera. Als je zit op internet op en alles, en dan moet ik ook nog bellen. Mijn fotocamera, daar zit geen internet en alles op en dan kan ik ook niet meer bellen. Dus dan zeg ik mijn vlogcamera, dat is mijn telefoon. Want dan kan ik ook gewoon foto's in me maken. Nee, ik zeg, je hebt je telefoon nog bij de hand. De vlogcamera. Nee, de professionele vlogcamera. Nee, die heb ik niet. Nou, stel dat je die had. Ja, maar dat zeg je er niet bij. Je had een vlogcamera, die gebruik je niet, maar je gebruikt je telefoon. Ja. Nou, okay. Stel je hebt alleen maar die vlogcamera, je telefoon heb je gewoon op zak, je hebt vlogcamera, je fotocamera. Dan, en dan mijn fotocamera nou, dat hou ik. Ik heb een vraag in mijn hoofd, maar ik weet niet hoe ik het moet stellen. Gewoon stellen, zou ik altijd zeggen, ja. Maar... Ja, neem jij er nog maar eentje. Proost. Prutjes. Een hele moeilijke, lastige dit. Yep. Stel, er komt een inbreker bij jou thuis. Ja. Wat zou jij afgeven?
afgeven. Als je dat zou moeten. Mag ik één ding uit mijn hele huis afgeven? Twee dingen. Eén is de zak vuilnis. Ja. De tweede is een stapeltje kranten die ik toch niet neem. Ja, oké. Okay. Maar als je dus over een waardevolle spullen zou gaan. Ik heb geen waardevolle spullen. Jawel. Anders dan een computer en een tv misschien. Voor de rest niks. Nee, ik heb waardevolle. Alleen die emotionele waarde. Geen geld zwaar eigenlijk. Wat is bij jou, in jouw huis, emotionele waarde? Even kijken. Foto's. Ja. En een briefje geschreven door mijn eerste werk, dat het nog niet meer is. Oké. En dus, als jouw huis zou af gaan branden, wat zou je dan meenemen? Ik zou foto's meenemen, want die zijn niet digitaal. Oké. Ik zit die ooit gaan digitaliseren, maar ik heb de tools voor hem. Ja, oké. Okay. Ja? Ja? Oké, stel je huis brandt af. Ja. Je mag één soort dieren meenemen. Honden, katten of kavia's. Wat neem je mee? ik zou dan al sowieso, als mijn brand in mijn huis zou komen, dan zou ik sowieso mijn balkons opengooien. Dat is voor. Sowieso. Ja. Dat is voor de katten. En dan zou ik de honden meenemen. Kavia's lijkt me verbranden. Ja, hoe moet ik ze anders meenemen? Ik heb het op het balkon zitten. Nee, want daar is de kooi te groot voor. Lastig. Ja. Ik zou die kavia's en die dingetje doen niet meenemen. De deur open, dat de honden katten kunnen net naar buiten. Ja, kan ook, maar... Wat zou jij meenemen? Honden lopen achter je aan. En katten lopen weg voor elkaar, zodra je die deur openzet. Dan iedereen net meteen weg. Kavia's kunnen nergens doen. Nee, dat weet ik, maar... Nou goed, dat is een aardig een vraag. Weet ik. Dat is ook een bepaalde YouTube, die kreeg een antelaar. Ja, Gio, ja. Paniek in het, wat is dit? Dus ze pakt zijn katten en gaat er vandoor. En later denkt hij van, ja, wat is nou belangrijk in je leven? Nou, blijkbaar die katten, want dan had je zelf mee dan. Ja, klopt. Dus dan realiseer je eigenlijk wat is nou echt belangrijk voor je. Als er echt iets is. Ja, en in mijn flat heb je eigenlijk nooit training, wil ik zeggen. Maar dat is het niet. Nee, een evacuatie of niet. Ja, die krijg je niet. Nee. En ook niet vanuit de woningstichting. Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Ja, dat is heel jammer. Oké, volgende vraag. Wat zou jij aan je flat willen verbeteren? Aan mijn flat. Jouw flat wil ik weten qua procedures of opknapbeurt of... Stel de en er breekt inderdaad brand uit in de flat, waar dan ook, om dus een verzamelplaats te hebben. Mm-hmm. Want die hebben we ook niet. En een ontruimingsplan hebben we ook niet qua hoe je naar buiten moet lopen of wat dan ook. Net zoals wij hebben dus een oudere vrouwtje beneden schuin. Hoe moet je haar meenemen? Ze wil haar uit. Niet. Ja, maar en dan wel. Ja, dat moet ze wel, maar ze wil het niet. Nee, dat... Ze moet gewoon uit huis gestuurd worden. Ja, maar dan gaat ze wel. Want daar heb ik het al een keer eerder met haar over gehad. Dan gaat ze wel. Maar het gaat er puur om van, joh. Weet je, zijn de bewoners die in de portiek wonen er wel opgewassen om dus elkaar te alarmeren? Want net zoals beneden mij, ja, daar heb ik geen contact mee. Nee, niet. En hij is er ook nooit. Bijna niet, nee. Dus ja, Weet je wanneer er is? Nee. Weet je wanneer er niet is? Ook niet. Nee, daarom wil ik ook eigenlijk met die theekop die ik van Ris heb gehad. Ja. In de trappenhuis hangen, mm-hmm. Met de namen erop, huisnummers erop, mm-hmm. Aanwezig, ja of nee. Ja, oké. Okay. Dan kun je een soort van schuifje opplakken. Nee, gewoon met krijt of inderdaad met schuifjes zo, ja. Oké, nou even afwezen. Ja. Maar dat is ook weer inderdaad gevoelig, maar moet je eerst binnenkomen inderdaad. Juist.
Ja, oké. Okay. Ja, bij mij weet het ook niet van wat is nou. Nee, maar dat zou ik willen hebben. Mm. Joh, weet je dat? Dan weet je wel precies wie er thuis is. Ja, in ieder geval van nood kan iedereen zeggen, oké. Okay. Misschien dat ik dat eens even inderdaad moet gaan informeren, ergens bij een bedrijf, om dat te krijgen. Mm. Ja, goed, de woningstichting. Die en is, doet daar niks aan? Is de aangewezen persoon om iets mee te doen, maar die doet er niks mee, dat is jammer. Mm-hmm. Dus ja, wat doe je dan? Ja, dat is een hele goede vraag ook voor jullie gelijk om daar bij aan te sluiten. Dat doe ik zo meteen. Stel, je woont inderdaad op een flat. Hoe ga jij dus om met een brand of een rookalarm, et cetera? Ik zou zeggen, schrijf het even onder. Dat zou ik ook wel onwijs prettig vinden om zo een beetje ook contact met jullie te krijgen. Of heb je gewoon een eengezinswoning? Heb je daar zelf ook een ontruimingsplan hangen? Want dat is gewoon erg handig. Heb je misschien in jouw buurt, wijk een verzamelplaats? Laat het vooral even weten hieronder, toch? Ja. Dus nou, dan gaan we lekker deze random vragen wil ik afsluiten. Vind je deze random vragen nou leuk? En heb je zoiets van, nou, dit moet vaker? Nou, doe dan ook een blauw duimpje omhoog sowieso. Doe het belletje aan, abonneren. Kan hier lekker onder. Scheelt weer hieronder. En reageren kan helemaal hieronder. Dus ik zou zeggen, dankjewel. En zeker tot de volgende keer. Maar weer. Jullie krijgen nog een dikke kus. Doei doei. En tot de volgende keer. Doei.